Welkom bij een nieuwe aflevering van Sranang Tori. In deze aflevering praten we met de woordvoerder van de Nationale Democratische Partij, de heer Ricardo Panka. Op donderdag 10 oktober 2024 heeft de Nationale Democratische Partij een speciale meet-and-greet bijeenkomst in Amsterdam georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst heeft mevrouw Geerling Simons, voormalig voorzitter van de Nationale Assemblée in Suriname, de lancering van de Stichting Vrienden van de NDP begeleid. We praten met de NDP-woordvoerder Ricardo Panka hieromtrent. Meneer Panka, welkom in het programma. Ja, goedendag en bedankt voor de gelegenheid geboden. Hoe is het verlopen met de meet and greet bijeenkomst in Amsterdam? We hebben dus daar drie politieke cafés gehouden, goed bezocht, druk bezocht toe, waarin wij dus presentaties hebben verzorgd over de partij, de interne situatie in de partij op dit moment, want mensen horen een heleboel dingen. We hebben ons ook gebogen over de lijn die de partij aan het volgen is naar de verkiezingen toe en het partijprogramma welke dus ondertussen al is uitgekomen. Met die informatie konden dus de mensen die we hadden uitgenodigd vragen stellen. En op basis van deze politieke cafés die we hebben gehouden, is in elk geval de participatie, de motivatie en de interesse gaan groeien. Zodoende konden wij op 10 oktober, nadat de voorzitter gearriveerd was, een grote meeting houden. We zullen niet praten over een massameeting, maar het was enorm druk bezocht. De opkomst was van die aard dat er geen plekken meer vrij waren voor mensen om te zitten. Dus zijn ze maar gaan zitten op de traptreden in de hal van het gebouw. En het gebouw is op de tweede verdieping, dus beneden in de aankomsthal. Waren er ook mensen die niet naar boven mochten, want anders zou het technisch en organisatorisch niet toegestaan worden. Al met al kunnen we dus, voor wat betreft de eerste meeting die gehouden is, terugkijken naar een succesvolle meeting, na een gedegen en goed georganiseerde voorbereiding. Hoe heeft de aanhang van de NDP in Nederland hierop gereageerd? Laat me u vertellen dat je zou bijna kunnen zeggen dat we na de verkiezingen vanwege het verlies en de positie die we hebben ingenomen in de oppositie, hebben wij ons in principe meer geconcentreerd op de nationale situatie. We hebben de interne evaluatie van de partij gedaan en in principe was een Europa-missie al op agenda. Dat was sinds 2002 op agenda. Ik bedoel 2022, sorry. Maar het kon er niet van komen omdat wij nog steeds bezig waren orde op zaken te stellen. Uiteindelijk na de verkiezing van mevrouw Simons is dus het weer op agenda gebracht. En u begrijpt dat als wij na zo lang weer onze gezicht laten zien in Nederland, dat het natuurlijk begrijpelijk is dat de mensen zullen hebben of gezegd hebben van waarom heeft het zo lang geduurd dat jullie nu pas komen. Nou, we hadden natuurlijk een reden. Dat was natuurlijk niet voor iedereen begrijpelijk. Maar je weet, opmerkingen als, ja, is het omdat de verkiezingen aanstaande zijn dat jullie nu naar Nederland komen en met ons willen komen praten? Ja en nee. Heb ik gezegd, ja en nee. Vanwege de situatie in het land, de NDP heeft veel aandacht besteed aan de situatie in het land. En uiteindelijk zijn we hier. Maar dat heeft hen niet weerhouden om te participeren
de politieke cafés, de gesprekken met individuele mensen, met organisaties. En ook de straattalks die we hebben gehouden, want we zijn naar de markten gegaan. Ook. Dat zijn de meest drukke plekken in Amsterdam, Rotterdam, noem maar op. Daarvan hebben we dus ook flink gebruik gemaakt om de mensen te ontmoeten en hun te vertellen waarvoor we er zijn. En primair was het doel van deze missie van de voorzitter om in eerste instantie met de achterban te praten. De organisatie van de NDP hier ook te bespreken en ter hand te nemen. En het is ons toch wel gelukt, moet ik zeggen, om heel veel mensen op de been te brengen. Wat dus aangeeft dus dat de NDP leeft in Europa. Wat was het doel van deze meet and greet bijeenkomst? En is dat doel bereikt? Ja, ik zei het al. Het doel was dus dat deze missie heeft, zich voornamelijk is voornamelijk gefocust geweest om de achterban van de partij te ontmoeten, hen te informeren over de partijactiviteiten, hen te informeren over de activiteiten naar de verkiezingen toe, het NDP-programma dat wij hebben uitgebracht al sinds vorig jaar en ook is goedgekeurd geworden. En op basis daarvan konden we dus de mensen beter informeren van dichtbij, omdat er zoveel nieuws naar Nederland waait en omgekeerd. Maar het is dan ook goed als je persoonlijk de mensen kan ontmoeten en met hun van gedachten kan wisselen. Dus dat is primair het doel geweest. Vandaar dus dat we dus ook in feite praten we nog niet over NDP Nederland. Het was er in het verleden. NDP Nederland was er in het verleden. Maar in samenwerking met Stichting Collectief Overzee Suriname, dat is een organisatie hier in Nederland, hebben we gemeend om in overleg met het bestuur te kiezen voor het organiseren van de partij als een maatschappelijke organisatie. En de keuze is dus gevallen op het instellen van een stichting, het oprichten van een stichting. En daarom heet de stichting ook Stichting Vrienden van de NDP. En op basis van de doelstellingen, taken en bevoegdheden, zullen ze in goed overleg met de partij de activiteiten verder in Nederland voortzetten. Daarvoor is dus gekozen. Wat het later zal worden, dat zal de partij zelf bepalen. Maar het is nu zo groot geworden. De registratie van mensen is zo geweldig, zo overweldigend, dat we bijna zouden kunnen zeggen van NDP Nederland is al een feit. Maar we lopen niet naast onze schoenen, we blijven nuchter. Omdat we vinden dus dat er nog een aantal zaken zijn die goed uitgesproken moeten worden en goed georganiseerd. Wat zijn de laatste ontwikkelingen binnen de partij richting de verkiezingen? Laat me zeggen dat de voorzitter, die is inmiddels teruggekeerd naar Suriname. En dat ze dus bezig is met de continuïteit van de organisatie. Als ik het goed heb, zijn ze nu in het zuiden van het land. In de dorpen Kwamala Samutu enzovoorts. Waarbij dus de districtentour van de voorzitter en het bestuur van de partij wordt gecontinueerd. Bezoek aan de gezagsdragers van het binnenland. Het bezoek aan de partijleden om ze van dichtbij verder ook de juiste en directe informatie te geven. En de organisatie naar de verkiezingen ook gelijk aan te pakken binnen de gebieden. Dus dat zijn de activiteiten die voortgang vinden.
Binnen de organisatie zijn we heel drukdoende ons voor te bereiden op de aanstaande verkiezingen, wat inhoudt dus dat in alle 10 districten er activiteiten zijn. Huis aan huis bezoeken. De partij is bezig. We zitten niet stil, omdat we van oordeel zijn dat wij als partij zeker kans maken om regeerverantwoordelijkheid te krijgen van het volk. En dat we dan gedegen voorbereid moeten zijn daarop. We willen dus ook zorgen dus dat, zoals het is aangenomen in de laatste gehouden AFV, dat de kwestie wat betreft gedragscode, ethische gedragscodes, dat aangenomen is geworden en verder wordt uitgezet door een commissie, waarbij we zeggen dat wij voor wat betreft corruptieve handelingen, dat we mensen aansprakelijk zullen stellen voor handelingen wanneer ze op bepaalde posities terechtkomen om het volk te dienen. En dat er dus situaties ontstaan waarbij zij zich schuldig maken aan corruptieve handelingen. De partij zal kort met te maken daarmee. Vandaar dus dat we ook hebben gezegd dat wij de ethische gedragscodes introduceren binnen de NDP. We hebben ook gezegd van als je de wereld wil verbeteren, dan moet je bij jezelf beginnen. En dit is ook een van de uitvloeisels van onze evaluatieperiode, waarin we dus een aantal afspraken met elkaar hebben gemaakt, dat we het anders gaan doen. Dat we een Kenka-systeem en van daaruit willen we dus ook zelf het voorbeeld zijn. Welke activiteiten zal de partij organiseren in de komende periode? Nou, we hebben de gebruikelijke vergaderingen in alle districten de komende periode. We hebben trainingen. Op dit moment worden er trainingen verzorgd voor de jongeren die toegetreden zijn tot het Jongereninstituut. Het zal u niet zijn ontgaan dat in de afgelopen jaar er enorm veel jongeren zich hebben aangesloten bij de partij. First voters, second voters, die de idealen van de partij wensen te ondersteunen. En, maar wanneer je deze jongeren brengt in de organisatie, moet je ze opvangen, toch? En hoe kan je ze het beste opvangen? Je kan ze het beste opvangen door ze te trainen, scholing te geven in een aantal aspecten. Politiek rakende, dus vandaar dat we het ook noemen politieke trainingen. Maar binnen dat trainings, curriculum is natuurlijk, zijn er ook een aantal belangrijke aspecten die worden meegenomen, zoals staatsinrichting. Hoe worden leden van de Nationale Assemblee gekozen? U weet dat wij nu een nieuwe kiesysteem hebben. We hebben dus die landelijke evenredigheid. Dat betekent dus dat wij onze mensen ook moeten informeren wat het allemaal inhoudt. Dus dat behoort tot in elk geval een van de belangrijke activiteiten vanuit het Jongereninstituut. Om jongeren in het land bewust te maken van hun plaats, de toekomst en hun zodanig van de tools te geven die zij nodig hebben. En er zijn meerdere activiteiten hoor, ik zei het al. Kunt u ze misschien opnoemen? Ja, dus de meetings in de verschillende districten, de organisatie van de verkiezingen in voor wat betreft de stembureau-organisaties. Dat loopt ook bijna, kun je zeggen, in alle 10. Nog niet in alle 10. Sorry. Maar dat loopt wel ook voor wat betreft de activiteiten van de partij. We hebben een scala aan activiteiten hoor. Laat me volstaan met de activiteiten die ik daarnet genoemd heb. Maar wanneer ik zeg dus dat de organisatie, en zeker onder de
de leiding van onze campagneleider, de heer Abrahams, vinden er nu op dit moment enorm veel activiteiten plaats in alle districten. Het bezoek van de voorzitter aan het zuidelijk deel van Suriname is onderdeel ook daarvan, los van haar missie zelf. Maar het is nou ook de bedoeling dat daar de organisatie voor de verkiezingen ook wordt begeleid, zo'n beetje. Ja. Dat was het voor wat betreft deze aflevering. In de volgende aflevering vervolgen wij het gesprek met de heer Ricardo Panka. Bedankt voor het willen kijken. Heeft u een onderwerp dat u wilt belichten, kunt u ons gerust een WhatsApp-bericht sturen op het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Stranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.